Trainen, trainen en nog eens trainen. Onder 19 vrouwen was weg, maar Lianne de Vries stond met Heerenveen gewoon op het trainingsveld. Vrijdag tegen Telstar gaat het weer om de punten. Heerlijk. Het is wel lekker om nu weer gewoon een competitiewedstrijd te spelen. En we hebben nog een paar te gaan, dus daar willen we nog mooie resultaten uit halen. Jullie hebben wel twee oefenwedstrijden gespeeld, hè? Hoe ging dat? We hebben tegen een Zweedse team gespeeld en tegen een Amerikaans team. Tegen het Zweedse team hebben we 2-2 gespeeld. En afgelopen maandag tegen de Amerikanen hebben we met 7-0 gewonnen. Dus op zich wel prima. 7-0 klinkt al goed. Was het spel ook goed? Nou, het spel was nog niet echt heel erg goed. We hadden denk ik wel meer kunnen scoren. En wat, met iets meer beleving dat we er toch echt alles uit wilden halen. Want dit was afgelopen maandag was echt een ideaal oefenpotje. Dus ook van die wedstrijden waarin je wel fouten kan maken en die gewoon weer kan herstellen. En wat meer kan scoren, maar ja, op zich 7-0 is wel lekker. Jullie hebben best een rare week gehad, hè? Want Jessica Toorni heeft te horen gekregen dat ze aan het einde van het seizoen moet stoppen bij Heerenveen. Wat heeft dat van invloed op jullie? Ja, we hebben dat deze week inderdaad gehoord, dat Jessica weggaat of weg moet volgend seizoen. Wat heeft dat voor invloed op ons? Wij willen gewoon het seizoen nog goed afsluiten, de aankomende 4 wedstrijden die we nog hebben. En dan gewoon met de hele groep, inclusief de technische staf, dat mooi afronden. Dat was 2 dagen voor de wedstrijd bekend. Ik kan me voorstellen dat dat toch wel door jullie hoofd spookt in aanloop naar die wedstrijd. Ja, dat spookt misschien wel door ons hoofd. Maar wat ik net al zei, we willen juist gewoon... Dat is juist zoiets dat je een goed resultaat wil gaan halen en met z'n allen. En, dus ja, dat is het eigenlijk. Tegen Telstar, vorige keer 1-0 verloren. Jullie hebben nog wat recht te zetten. Ja, dat klopt. Ja, die wedstrijd kan ik nog wel een beetje herinneren. Allebei misschien niet denderend veel kansen. Dus eigenlijk wel meer recht op een gelijkspel. En dus hebben we inderdaad wat recht te zetten. Het zijn altijd wel moeilijke potjes tegen Telstar. Maar we willen er gewoon voor gaan en voor de 3 punten. Wat is dat van tegenstander? Ja, het is altijd, wat ik zei, het is altijd wel een lastige wedstrijd tegen Telstar. Ze hebben ook altijd wel strijd. En ze kunnen ook bijvoorbeeld scoren als ze geen kansen, niet echt grote kansen hebben. Dus we moeten gewoon scherp zijn. Ook op de momenten dat je misschien niet meteen denkt dat er een kans gaat ontstaan. En dat wij gewoon ook echt veel strijd er tegenover zetten. Dan kan het een mooie wedstrijd worden voor ons. Waarom moeten mensen komen kijken? Nou, het is lekker hier op Scott de Wold in Heerenveen. Gewoon, het is lekker weer. Mooi voetbal, strijd van 2 kanten, dus wordt een leuke wedstrijd.